Wildwest in Wijchen. In een week tijd zijn er 3 dodelijke incidenten geweest en 1 gijzeling. Kijk, natuurlijk is het wel jammer dat soort dingen gebeuren. Maar in mijn wijk voel ik me wel gewoon veilig. En verder in het nieuws vandaag. Coalitiepartijen over Betuwe willen niet meer in zee met lokale partijen. En Radboud Universiteit moet zelf opdraaien voor schade door demonstranten. De afgelopen tijd vonden er meerdere incidenten plaats in Wijchen. Volgens de politie staan de 3 dodelijke incidenten en de recente gijzeling op zichzelf en is er geen verband. Woningen zijn doorzocht en de politie is een onderzoek gestart. Maar ja, je zal er maar wonen. In een week tijd zijn er 3 dodelijke incidenten geweest in Wijchen. Vorige week overleed in de nacht van zaterdag 1 op zondag 2 juni een 46-jarige verwarde man na ingrijpen van de politie. Zondagmiddag 2 juni overleed bij een steekpartij aan de Kraaienberg een 59-jarige man. En afgelopen weekend heeft de politie 3 mannen opgepakt die een man vasthielden in een woning aan de Hoogmeer. Dit is het 4e incident in een week tijd in Wijchen. Verschillende Wijchense inwoners vertelden hoe veilig of onveilig zij zich voelen door de recente gebeurtenissen. Ik heb geen last van incidenten gehad. Ja, ik ben hier opgegroeid en er gebeurt zoveel, weet je. Er kan ook ergens anders iets gebeuren. Ja, ik voel me gewoon veilig. Nou, best veilig eigenlijk in Wijchen. Ik bedoel, ja, het is niet echt een plek waar ik me heel onveilig voel. Ik voel me nog steeds veilig, want ik woon daarboven. Dus bij mij komen ze niet gewoon naar binnen toe. Burgemeester Renske Helmer Engelbert liet namens gemeente Wijchen in een schriftelijke reactie het volgende weten. Ondanks dat de incidenten los van elkaar staan, is het wel veel voor Wijchen. Ik begrijp dat bewoners vragen hebben en zich zorgen maken. Daarom is de wijkagent vanuit de politie gistermiddag samen met de wijkbeheerder van Tades en een BOA van de gemeente langs de deuren gegaan in de straat waar afgelopen weekend de incidenten hebben plaatsgevonden. Ze krijgen daarbij ook een brief van mij, zodat ze contact op kunnen nemen als ze met mij willen praten over hun ervaringen. De wijkagenten en BOA's zullen de komende weken ook extra aanwezig zijn in de wijk. Buurtbewoners kunnen met hen het gesprek aangaan en bij hen altijd verdachte situaties melden. Dit kan uiteraard ook anoniem via 0800 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Vanuit het project Hart van Zuid werken we natuurlijk in de volle breedte aan het toekomstbestendig maken van de wijk. Ik ben blij dat de gemeenteraad hier kort geleden nog een belangrijk besluit over heeft genomen, zodat we nu echt concreet verder kunnen met deze plannen. Na de coalitiebreuk in de gemeente over Betuwe willen de fracties van het CDA en GroenLinks alleen nog verder praten met landelijke partijen. Begin deze maand sneuvelde de coalitie omdat de grootste coalitiepartij, Gemeentebelangen over Betuwe, in 2 delen uiteenviel. Inmiddels wordt er dus gezocht naar een nieuwe coalitiepartner, waarbij lokale partijen lijken te worden uitgesloten. Het CDA en GroenLinks in Overbetuwe gaan met de lokale VVD, D66, ChristenUnie en de PvdA in gesprek om tot een nieuw college te komen. Maandagavond bleek na het duidingsdebat dat was ingelast over de gevallen coalitie dat beide partijen niet verder in gesprek willen met lokale partijen. We hebben de afgelopen weken de tijd genomen om met alle partijen in gesprek te gaan over hoe zij het vervolgproces zien. Het is belangrijk om een beetje bij elkaar te proeven, hoe kijk je naar de afgelopen periode, maar vooral hoe kijk je naar voren. En op basis van de inhoudelijke feedback die we kregen van alle partijen hebben wij gekozen om met de Partij van de Arbeid, D66, de VVD en de ChristenUnie in gesprek te gaan. En dat doen we dan echt als formerende gesprekken. Dus de bedoeling is om er met die partijen ook echt uit te komen. Het CDA en GroenLinks gaan nu dus in gesprek met 4 partijen. Toch hebben ze niet alle 4 de partijen nodig om tot een meerderheid te komen. Nou, getalsmatig zou dat kunnen. En dan is er nog steeds een coalitie over met een meerderheid. Maar ik ga niet vooruitlopen op het verloop van die gesprekken. Ik denk dat het heel goed is dat we gisteravond in onze raadsvergadering heel duidelijk hebben gemaakt voor iedereen die daarin geïnteresseerd is met wie we in gesprek gaan. Die gesprekken gaan we doen, dat is achter gesloten deuren. En zodra daar dingen over te melden zijn, zullen we dat zeker doen. D66, VVD en de ChristenUnie gaven aan in het debat open te staan voor deelname aan het nieuwe college. De VVD schoof zelfs huidig raadslid Karel Gim naar voren als eventuele wethouderskandidaat. Toch gaven de VVD en ook D66 aan niet zomaar mee te willen doen aan een nieuw college. Beide partijen wijzen op de zorgelijke financiële situatie in Overbetuwe en willen alleen aanhaken als er stevig bezuinigd gaat worden.
GBO, BOB en OBN, een afsplitsing van het GBO, zijn niet benaderd door het CDA en GroenLinks. De partijen geven aan een stabiele partner te willen zoeken. Toch blijft de coalitie lokaal genoeg volgens Bruinsma. Nou ja, al deze partijen zijn lokale partijen. Ik was vanochtend boodschap aan het doen en daar kom ik alle raadsleden eens een beetje tegen. Wij zijn lokale partijen. Wij hebben allemaal onze wortels hier in deze dorpen, in deze kernen. Sommigen wat korter, anderen al heel lang. Maar wij maken samen de lokale politiek. Het feit dat wij toevallig gelieerd zijn aan een landelijke partij, ja, dat zegt iets over onze landelijke kleur, maar niet over hoe we dat lokaal doen. Op basis van de inhoud hebben we voor deze mensen gekozen, deze partijen gekozen voor de vervolggesprekken. Het lukt de Radboud Universiteit vrijwel zeker niet om de schade aan het universiteitsgebouw aan de Thomas van Aquinostraat te verhalen op de daders. Pro-Palestina-demonstranten richtten er vorige week tijdens een bezetting een enorme ravage aan. Een deel van het gebouw is vanwege de schade nog altijd gesloten. Meubilair uit kantoren werd op hopen gegooid om ingangen te barricaderen. Met rode verf werden overal door het gebouw leuzen geklad. Op muren, ramen en deuren. Ook zetten de demonstranten binnen brandslangen open en spoten ze brandblussers leeg. De binnenplaats was bezaaid met papieren uit kantoren die door de actievoerders uit ramen waren gegooid. Of er momenteel onderzoek plaatsvindt van de politie naar de identiteit van de daders, kan de universiteit niet zeggen. Bente Thijssen is voor het komende jaar gekozen als nieuwe kinderburgemeester van de gemeente Overbetuwe. Op maandagochtend werd zij op haar school, de Clara Fabricius School, verrast door de burgemeester en heilig kinderburgemeester Keet Jansen. Op woensdagmiddag 19 juni zal er een feestelijk afscheid plaatsvinden van de huidige kinderburgemeester en de nieuwe kinderburgemeester wordt officieel geïnstalleerd. Veel bestaande musea in de provincie Gelderland verkeren in financiële nood. Desondanks onderzoekt de provincie Gelderland momenteel 4 scenario's voor het oprichten van een nieuw museum. De gemeente Bergendal maakt zich zorgen over deze plannen en pleit voor een 5e scenario, waarin provinciale middelen worden herverdeeld over de al bestaande musea in de provincie. Via een brief aan provincie Gelderland laat de gemeente haar zorgen blijken. Als vergeleken wordt met andere provincies, heeft Gelderland relatief veel musea en is het museumbezoek per inwoner relatief hoog. Een nieuw museum zou volgens de gemeente overbodig zijn, omdat de huidige musea samen al het Gelderse verhaal vertellen. Dirk Proper heeft voor een jaar bijgetekend bij NEC. De 22-jarige middenvelder had nog een verbintenis voor 1 seizoen, maar ligt nu vast tot midden 2026. Toch sluit hij een vertrek deze zomer niet uit. Met deze contractverlenging groei ik samen met de club verder, zegt Proper. Dat kan enerzijds de volgend seizoen weer het NEC-shirt te dragen, anderzijds kan hij de club helpen op het moment dat er in de zomer een interessante club komt en ze bereid zijn NEC een bedrag te betalen dat de club verder brengt. Een demonstratie van Veiligheidsregio Gelderland-Zuid laat nieuwe technologie en methodes zien voor onderwaterreddingen. Met behulp van onderwaterdrones worden reddingen in het water en langs de kant door de brandweer gemakkelijker gemaakt. In de stromende regen bij de Lentse Plas demonstreerde de brandweer 2 nieuwe onderwaterdrones die sinds kort kunnen worden ingezet. Vanuit een tentje met daarin verschillende apparatuur om de drone te bedienen, wordt er aan een meterslange kabel het water ingelaten. Als mensen onder water verdwijnen tijdens het zwemmen of overboord vallen en ze komen niet meer boven, dan hebben we met een onderwaterdrone de mogelijkheid om de mensen te lokaliseren en ze ook vast te grijpen en naar boven te halen. Niet elke brandweerman kan de onderwaterdrone bedienen. Er zijn speciaal opgeleide mensen voor het bedienen van de drones en verschillende sonar-experts. Daar zijn gespecialiseerde mensen voor. We hebben, zal ik maar zeggen, een groep van rond de 30 mensen in onze regio opgeleid. En die zijn zowel dronebedienaar als sonar-uitlezer, om het zo maar te zeggen. Dus we praten in dit geval over een operator en een assistent-operator. En de operator die vaart hem. En de assistent-operator die helpt met het uitlezen van de sonarbeelden om te dirigeren waar die drone naartoe moet. Als de brandweer een melding krijgt van een vermist persoon, wordt er een busje met de aanwezige onderwaterdrone naar de locatie gestuurd.
Vanaf daar gaat de brandweer verder zoeken. Dan willen we graag ter plaatse weten van waar is die persoon voor het laatst gezien. Dan doen wij een zogenaamde kruispeiling en dan zeggen we, nou, daar is die voor het laatst gezien, dan gaan we hem ook daar inzetten. Naast de drone die vandaag te zien was, heeft de brandweer er nog eentje. Een zwaarder, groter en sterker exemplaar. Maar als je tussen de kripvakken op de Waal bijvoorbeeld moet gaan werken, ja, dan heb je echt een krachtigere drone nodig. En die drone die we daarvoor hebben, die vaart bijna 8 km per uur. Is ook een wat steviger ding. Hij is wat zwaarder ook, maar hij heeft ook meer power. Na een wisselvallige dag neemt de hoeveelheid buien vanavond een beetje af. En is lokaal de zon nog even te zien. Vannacht nemen de buien weer toe. Morgen zijn er nog enkele buien, maar het is een stuk vaker droog dan vandaag. Ook de zon is weer regelmatig van de partij en het wordt daarbij zo'n 15 graden. Dat is wel ruim 5 graden koeler dan het gemiddelde voor deze tijd van het jaar. Donderdag komt de temperatuur wel wat meer in de buurt van de normen, met een graad of 18. Het is die dag ook droog en geregeld zonnig. Vrijdag zijn de buien weer juist volop terug. Maar de temperatuur blijft wel aangenaam. Met zeker 18, misschien wel 19 of 20 graden. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van dinsdag 11 juni. Kijk voor het laatste nieuws uit jouw buurt op onze website of in de gratis RN7 app. Morgen zijn we uiteraard weer bij je terug, dus graag tot dan.